Hallo lieve YouTube-kijkers. Deze maken. En met een draaiende beweging krijg je ook. Nou, de folie eroverheen. Als ik dadelijk met mijn vinger ga wrijven. En ik duw. Hallo mijn lieve knutselfamilie, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit lieve vogeltje maakt op de regenboogloom. En alle producten die ik vandaag gebruik komen van de webshop klokvoorjou.nl, daar kun je altijd bandjes bestellen. We beginnen door onze loom naar ons toe te zetten met de puntjes naar ons toe, dus de openingen naar ons toe. En dan gaan we beginnen met opzetten. We gaan aan de bovenkant beginnen met een enkel bandje. En de rest van het patroon werk je met een dubbelbandje. We hebben de puntjes dus naar ons toe staan en in trapsgewijs. En dan beginnen we met twee bandjes. Van het midden naar rechts toe. Van het midden naar links toe. En dan één enkele keer naar beneden. Op die manier. Dan pakken we van de lichte kleur twee, die gaan zo naar beneden toe. En twee donkere aan weerszijden. En je kunt om de beurt doen, dus zijn je bandjes niet zo gedraaid. Goed de bandjes ook naar beneden drukken, want dat is straks makkelijker met overhaken. Dan pakken we twee oranje bandjes voor de snavel. Deze manier. En dan komen er aan weerszijden twee lichte bandjes op. Twee. En dan pakken we twee zwarte voor de oogjes. Nou, maak je je vogel in het zwart-wit, dan zou ik een andere kleur oogjes gebruiken, zoals bruin. Je gaat op deze pin en je gaat er vier keer omheen. Dus 1, 2, 3 en 4. En dat gaan we ook aan de andere kant doen. Dus 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3, 4. Daarna pakken we weer de lichte kleur. En dan gaat hij naar binnen. Dus dat is 1. En dat is 2. Dat is het hoofdje van ons vogeltje. Het is even belangrijk bij dit stukje dat je even de bandjes goed doet. Want dat is zo meteen makkelijker met ophalen. Dus even de oranje goed naar beneden duwen. En dan één kant, want soms is het een moeilijk stuk om te haken, dus het is wel belangrijk dat je dat even goed erop doet, dat je straks ook goed erbij kan. Zo, op die manier. Nou ziet het er zo uit. Dan gaan we door hier met de armen en het lijfje. Dan pakken we twee lichte bandjes en die gaan er op deze manier op. En dan pakken we twee van de donkere kleur en die gaan opzij. En twee. Goed aanduwen. Goed naar beneden duwen. En we hier op het patroon. Dan gaan we twee groene bandjes op deze manier aanbrengen. Twee. Zo. Dan komen hier nog twee groene bandjes eronder. Op deze manier. En nog een bandje naar beneden toe. Dus 1, 2. Op die manier. En dan gaan we nog voetjes maken. Dus 2 oranje bandjes naar beneden toe. Op die manier. En dan komt er nog één bandje op deze manier. Dan pakken we twee oranje bandjes. En die wordt hier drie keer omheen gedraaid. Dat zijn onze sluitingsbandjes. 1, 2, 3. Op die manier.
Oh, wacht, ik zie nu dat ik het fout heb gedaan. Die moet een lichtbandje zijn. Sorry, jongens. Soms raak ik ook wel eens in de war van een patroon. Dus, lichte bandjes. Op die manier. En nog een donker bandje. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het kan eigenlijk op verschillende manieren. Dus we doen het nog op deze manier. Zo ziet het er nou uit, de sluiting erop. Dan gaan we onze vleugeltjes maken. En dat doen we door twee keer een rij dubbele bandjes te doen. Dus één. Het is eigenlijk gewoon een normale manier van de armband met een dubbel. Twee. En dan aan de andere kant ook. Dus één. Twee. Op die manier. Gewoon twee boven elkaar. Dan pakken we een bandje en die doen we er vier keer omheen. Dus 1, 2, 3, 4. Het kan zijn dat je bandjes hebt die niet zo ver uitrekken. Dan doe je hem gewoon drie keer eromheen, maar dan krijg je niet zo'n puntje eraan. Dus 1, 2, 3 en 4. Zoals je hem ziet. Dan gaan we hem haken. Ik gebruik gewoon een haaknaaldje, net wat je het makkelijkst vindt. Je gaat hier in je sluitingsbandje, die trek je naar achteren toe, en dat kan een beetje strak zijn. Pak je de twee bandjes op die je nodig hebt, trek je er overheen en die gaan zo naar het speldje toe die je moet hebben. Dat je een traandruppel of een waterdruppel namaakt, dus er doorheen, eromheen, eroverheen. En dat gaan we met de andere kant doen, dus in. Even deze twee goed naar beneden duwen. Dus in ons sluitingsbandje naar achteren trekken. Twee bandjes oppakken. Overheen halen. En eroverheen. Dus erin. Dan wordt het wat makkelijker. Eroverheen en erop. Dan gaan we deze overzetten. Deze moet namelijk hier naar boven toe. Dus dan pakken we onze haaknaald. Die steken we erin. En die trekken we er zo ervan af. Zie je, dan heb je hem zo erop zitten. Dan gaan we naar de zijkant naartoe, waar hij naartoe moet. Trekken we hem uit. En goed zorgen dat ze alle vier eroverheen zitten. Dit zou je met je vingers kunnen doen, want hij blijft eigenlijk zo ook wel zitten. Maar ik vind het zelf wat makkelijker met een haaknaald. Dus alle vier op de haaknaald zorgen. Even aantrekken. Eroverheen halen. En het haaknaald loslaten. Ik zal het even de andere kant nog een keer laten zien, want volgens mij was het niet zo goed in beeld. Nog een keertje. Dus eraf halen. Naar de andere kant gaan. Dus aantrekken. Over het speldje heen. Even kijken of de meeuwen werken op het moment. Over het speldje heen zie je. En dan kun je je haaknaald loslaten. Dat zijn de vleugeltjes van ons vogeltje. Zo. En dan gaan we verder beginnen met onze bandjes erop te doen om het bij elkaar te houden. We beginnen hier onderaan door van dit speldje naar dit speldje te gaan. Oh sorry, van naar dit speldje te gaan. En hier weer eromheen. Op deze manier. Dus die gaat recht. Dan pakken we hem hier. Doe hem hier erop. Hier eroverheen. Zie je, dus hij weer recht. En die doen we dan ook zo eromheen. Zodat het een driehoek is. Op die manier. Dan gaan we hier naar boven toe. En hier hebben we er eentje nodig. Die gaat hier naar die. Naar die. Dat is er één. En voor deze ook. Van deze naar deze. Naar deze. Nou ziet ons getouw er zo uit. Onze loom. Dus je kunt hem even pauze zetten. Dan kun je nog even goed naar kijken hoe het moet. En dan kunnen we beginnen met haken. Dan gaan we hier onderaan beginnen bij de oranjes. Hè? En dan steken we onze haaknaald in het sluitingsbandje pakken we de twee oranje op. We spannen eraf halen
En hier eroverheen. Bij deze pakken we hem hier gewoon op. En trekken we hem zo eroverheen. En haken we hem zo erop. Zie je, dan pakt hij zo het elastiekje vast. En doen we ook aan deze kant dus erdoorheen. Zorg dat je alle twee hebt. En dan heb je ze niet allebei, dan begin je weer even opnieuw. Doe je even het bandje naar beneden toe. Doe erheen. En eroverheen weer. Dan gaan we zo. Dan gaan we hier in het midden weer verder. We gaan dus in het elastiekje. Trekken hier de groene op. En we doen hem zo eroverheen. Iets naar beneden duwen, dat het wat makkelijker werkt. Dan pakken we hier, gaan we in. Dus in het doorzichtige bandje. Dus erin. Er doorheen halen. En omhoog trekken. Oh, kijk, daar verlies ik een bandje. Pak ik hem even snel weer op. En doe ik hem eroverheen. En doe ik aan deze kant. En zo gaan we verder werken. Dan pakken we hier, gaan we dus in ons middenbandje. Pakken we alle tweede bandjes op. Kijk waarom die nou zo doet. Iets zit daar omheen. Ah ja, kijk, dat is hem. De groene oppakken en omhoog. Zoals je ziet. En hier ook. Dus erin. De twee groene oppakken. Even kijken of ik twee groene te pakken krijg. Daar zijn ze. Zo. Dus erin, de twee groene pakken, eroverheen trekken en omhoog. Dus erin, de twee groene oppakken en omhoog. Goed aantrekken. Nou zijn we al hier op ons getouw. Nou wordt hij wat moeilijker. Ik trek dan het armpje naar achteren toe. Dus het armpje naar achteren toe. Ik ga erin. Kijk, zoals je ziet. Dus we gaan nu in het armpje. We pakken de twee die er van hier voorbij horen. Dat is dus één, in ieder geval al. En die gaat daar naartoe. Als je mee wil werken. En nummer twee. Even zoeken waar die is gebleven. Hij zit daar ertussenin. En dat is even een zoekwerk, dat je de juiste bandjes hebt. Kijk, nou heb ik hem. En nou heeft hij alles te pakken, zie je? Even. Nou heeft hij alles te pakken, dus allebei daar naartoe. Zij is nou van deze naar deze gegaan. Dan gaan we van deze naar deze toe. En ik zal proberen jullie dit beter te laten zien, want net ging het even fout. Dus ik moet dus deze twee hebben. Dus ik ga dus in mijn armpje. En dan pak ik zo de twee op die ik nodig heb. Door doorheen halen. En naar het midden toe gaan. En laat ik hem los. Nou komt het allermoeilijkste gedeelte. Dit is een heel moeilijk stukje om het goed te doen. Omdat hier nou heel veel bandjes op zitten. Zoals je ziet. Dit is echt een moeilijk om goed eroverheen te halen. Goed eventjes opzij drukken welke je moet hebben. Dat je goed ziet waar je moet zijn. Dan ga ik in mijn bandjes, dus opzij drukken. Ik pak de bovenste twee groene op. Ik haal ze eruit. En dan gaan ze naar links toe. Dus van die naar die terug. Gaan we dus nog een keer doen. Dus kijken of jullie het goed gaan laten zien. Dus ik trek hem opzij. Ik zie daar mijn twee groene zitten. Trek hem omhoog. En dan gaat hij daar naartoe. Als je eenmaal de eerste hebt, dan gaat het een stuk makkelijker. Dus je gaat erin. Je pakt de twee oranje op. Even goed aantrekken. En omhoog.
Dan gaan we hier de twee oogjes doen. En dan gaan we alle bandjes van het zwarte gaan we naar het midden toe brengen. Dus op deze manier. Zoals je ziet, is het nou eroverheen gegaan. Dus ik pak hier de zwarte op. En dan kun je ook één voor één doen als het niet alle vier tegelijk gaat. Dus zo doe ik er 2, 4. Dan hebben we de oogjes. Op die manier. En dan gaan we weer verder met loomen. Dus we gaan in ons voorzichtige bandje, ons vangersbandje. Die pakken we hierop. En die gaat hier naar boven toe. Zo. Dan pakken we hier deze erin. En omhoog. En deze ook dus in het voorzichtige bandje. Omhoog trekken. En omhoog. En we gaan ook in dit bandje. Pakken we omhoog. En hier ook weer. Dan zijn we weer bijna klaar. Het schiet al helemaal op. Dus erin. Omhoog. Zoals je ziet. Dan gaan we nog van deze en deze van deze naar deze. Dan hebben we ons goed helemaal gehad. Controleren nog eventjes helemaal goed. Dus we gaan er een pakken hem omhoog. We gaan opzij. En we gaan erin. Pakken hem omhoog. En we gaan opzij. Dan gaan we ons vogeltje afbinden. Gaan we dus in alle bandjes. Pakken we het groene bandje op. Trekken hem even aan. En ik ga dus geen zeeknipje gebruiken. Ik pak nou het onderste van dit bandje. Doe ik hier overheen en dan trek ik hem even aan. En dan sluit hij hem ook af. En dan kunnen we ons vogeltje ervan af gaan halen. En dat blijft altijd spannend, dus beginnen we onderaan. Kijk, en nou is ons vogeltje weer helemaal klaar. Even aan alle bandjes trekken dat hij even gelijkmatig wordt. En kijk, zoals jullie zien, een super lief schattig vogeltje. Heel snel gemaakt. Hartstikke leuk. Deze heb ik ietsjes groter gemaakt. En daar heb ik gewoon een extra rij van wandjes op gedaan in het midden van de buik. Dus dat kun je allemaal doen. Dus eigenlijk aan jezelf vast. Ik heb bijvoorbeeld de armpjes van deze kort groter gemaakt, maar dat kan bij allebei. Dus dan doe je gewoon een extra rij bandjes bij de armpjes en een extra rij bandjes bij de voetjes als je hem iets groter wil hebben. Maar ik vind hem juist klein ook wel heel erg leuk. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat je het zelf ook gaat uitproberen. Dank jullie wel aan Clock4You, onze sponsor voor de loombandjes. Ben je ook al gebeten door het creatieve virus, maar heb je het nog niet gedaan? Druk dan op de knop hier beneden en word lid van onze creatieve familie. Je kunt me volgen op Instagram, op Twitter, op Facebook, op van alles en nog wat. Daar komen elke keer leuke nieuwe creaties bij. Wil je andere Loom dingen zien? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je andere dingen zien? Laat dan even een commentaartje achter. Ik heb van alles nog wat eraan komt van jullie. Dank jullie wel voor het kijken en wees iedere dag creatief.